Ja. Mevrouw de voorzitter, internationale wereldleiders hoor je we steeds vaker zeggen Build Back Better. En Biden, Trudeau, Johnson, Clinton die roepen dat. Onze eigen Nederlandse minister-president roept dat internationaal ook. Hier in huis heb ik hem 2 keer gevraagd om dat eens een keer nader toe te lichten. Dan zegt hij alleen maar dat hij het na de coronacrisis beter wil doen. Dat is toch gek voor iemand die hier 10 jaar zit. Ik zou graag een uitgebreide brief willen waarin hij zegt wat hij daar precies mee bedoelt. En hoe dat zit in relatie met de Great Reset van Klaus Schwab van het World Economic Forum. Dus graag een brief en aansluitend een debat over de oorsprong, de betekenis en de consequenties van Build Back Better. Geen steun, want volgens mij hebben we wel over een poosje een AO over VN en alles wat... Geen steun, voorzitter. Geen steun. Geen steun. De heer Kerstens namens de PvdA. Ik doe ook de korte samenvatting, voorzitter. Geen steun. En geen steun voor dit verzoek. Ja, dank u wel, voorzitter. Wel steun voor de brief. Ik ben er ook wel benieuwd naar, maar geen steun voor het debat. Oké. Okay. Mevrouw Agema, PVV. Steun voor een brief. Ik steun deze debataanvraag van harte. Ik ben ook heel benieuwd naar de brief. Ik doe het niet goed. Ik steun het debat niet. Maar ik wou graag wel, als er toch een brief komt, ook wel een reactie van het kabinet op het 2e rapport van de SER. Voor de dieren. Voorzitter, het is eigenlijk een klimaatdebat, wat we in de vorige aanvraag ook al steunde, dus deze ook. Dank goed. Ja. Nou. Wel een brief, neem ik aan. En ik mag hopen dat hij een beetje op tijd komt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer Krol.